Herman is onze jubilaris. Hé Herman, want zeg het nog maar eens een keer. Je bent... Herman is 50 jaar. Herman is 50 jaar geworden, ja. Nog nooit een wespensteek gehad? Nee. Nog nooit liefdesverdriet? Dat gaat nu allemaal komen. Ja, oh, ja. Denk je, ja? Denk je dat je het nu... Ben jij zelf al 50 eigenlijk? Ja, ik word in november 52, man. Oh, maar je hebt geen rugbaarheid aangegeven op dat moment. Nou, ik bedoel, toen ik 50 werd, heb ik een feestje gegeven toen op de Euromast. Voor 50 gulden moest iedereen toen betalen. Ja, en toen en dat was een tof feest, weet je wel. Dus jij doet er ook wat met je 50ste. Maar om nou met je 51ste en je 52ste en je... Ja, dat vind ik wel leuk. Toch zeg ik nou, waarom ook niet? Dan is ik hier echt een jubileum. Want ik haat verjaardagen en openingen. Ja. Mits goed geschoren. Ja. Maar dan moet het maar gebeuren. Ook. Nou, en er komt een cd met allemaal duetten. En dus ik moet er nu aan geloven. Ik bedoel, je bent toch al een bekende Nederlander en dan ook nog een keer een schepje erboven. Het is een kruis om te dragen. Ja, maar wij moesten zo nodig. Ja, nee, maar had je vroeger ooit kunnen denken dat je het zou worden, 50? Dacht je daar eigenlijk wel eens over na? Ik kan het me niet voorstellen. Want als je dus als kind, als je 12 bent en je ouders, die zijn dan bijvoorbeeld 48. Dan kun je niet voorstellen dat je zelf dat ooit zo oud wordt. Ja. Daar komt bij dat je dan denkt dat het een totaal andere wereld is. Ja. En dan blijkt, en dan bij het zelf, dat is geen zak te veranderd te zijn. Nee, dat is waar. Ja, dat heb ik ook ontdekt. Ja. Je denkt, nee, maar als kind denk je, ouders die weten, we hebben een hele andere wereld. Ja, absoluut. Maar dan heb je jezelf de onzekerheden en jezelf de... Dat gaat maar door. Met het gevolg dat je dus als 81 bent. Weet je wat ik wel vind, Herman? Je bent veel milder geworden sinds je 50 bent. In je oorlog. Maar wat gebeurt er? Je gaat een feest geven. En er komt een feest nog met... Nee, dat nou? Milder wordt wel. Ik heb gewoon iets vernomen. Menselijk. Een menselijk feest, ja. Aanspreekbaar. Aanspreekbaar feest ook, maar als de muziek niet te hard is. Ik heb ontdekt, als je dus zorgt dat je af en toe een beetje aanspreekbaar bent. Zo is dat. Enorm carrière dan, want dan kun je in allerlei shows, laat men je optreden. Ja, tuurlijk, zo is dat. Ja, en als je dat dan, tuurlijk. Hoe lang moet je daar niet over doen voordat men je accepteert? Eerst ben je zo dorpsgek, heb jij ook gemerkt, toch? Ja, duurt het niet voor de... Maar dat was toch een heerlijk, dat was toch geweldig dat zo... Die strijd naar daarheen. Ja, die strijd... En nu langzaam afbouwen. Nee, maar het is toch zo dat jij kan je leven er ook niet scheiden van hetgeen van wat je doet. Nee. Hetzelfde geldt voor Gerard Joling. Dat je dan 5 uur de deur dicht trekt en een ander leven hebt dan. Jules, dat is toch niet zo? Mag ik Jules zeggen? Ja, oh schat. Ja, jij kijkt naar een gelukkig mens met enorme plannen. Ik zie zoveel dingen nog die gaan gebeuren. Nou, onthul even wat van die plannen. Zoals daarin. Ja. Ik denk dat ik in de toekomst, kijk, al die tijden van drugs, inspuiten, weet je wel. Zeer bizarre gewoonte, toch? Nou, vandaar dat je weinig last van wespen had. Dat heb je zelf gedaan. Absoluut, Herman. Hey. Ik heb eens een wesp aan een injectienaald genageld. Oh ja? Dan wist hij ook eens hoe dat voelt. Ja. Had je niet? Ik heb was hem op video. Was het er niet? Was het er niet? Ik heb hem op video met dat zie je dat silhouet van die krullende pootjes. Ze zijn taai, Zo, dan zie je hem ineens wegvliegen, hè? Zo. Zeker. Anyway, ja, ga door. Anyway, boeiend verhaal. En ik kom dus tot een punt waar ik dus zo mij bewust word van het feit dat ik gezegend ben. En dat ik in één keer alles achter mij laat op dat gebied. Mm-hmm. En dat wou ik dus... Ik had gedacht aan 19... kan tegen de 2000 lopen, dat ik dan ermee... Dat je dan... klaar ben. Ja, dat je dan klaar bent? Ja, om dus onbevlekt... ontvangen te worden. Echt waar? Nou, in die zin, ik wil het wel een stuk spiritueler aanpakken. Ja, ja.
Nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik, dat klinkt als een goed voornemen bij mij. Toch? Ja. Dat je dus ook iets meer, dat het iets breder wordt allemaal. Dat je iets, de mensen iets kunt vertellen. Ja. Jeez. Maar ik bedoel, ja, maar dan ben je toch altijd... Het was een goed plan, maar als ik dan jou... mee bezig. Jawel. Je hebt ook een gedichtenbundel gepubliceerd. Je bent, met, je bent geïnteresseerd in tekst, hè? Absoluut, ja, absoluut, absoluut. Totaal. Ik leef in alles wat ik doe is in, op, door slogans. In slogans vind ik heel dus een, zo compact mogelijk iets mededelen. Ja. Dat is, net als in de reclame of als ik schuim op mijn bek heb, kun je dan, dan moet je het wel zeggen. Zo, als het te veel wordt, dan zal ik het zeggen. Ja. Nee, dus, maar oh ja, is er dan rekening? Nee, dus moet je dan gewaarschuwd worden? Nee toch? Nee. Ambulance bellen, ja. Nou, ik zoek dan een meisje met een behoorlijk moederinstinct. Ja? Ja, 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 die indruk had ik ook al, ja. Dat vind ik toch wel belangrijk, ja. Ja, dat is nogal jouw leven nogal al een... de vrouw in het algemeen en ook in het bijzonder speelt in jouw leven een grote rol. Ik hou van jou, Jean. Ja, ja dat, maar dat staat erbij. Nee, mag ik even mijmeren? Even weg. Mag even mijmeren, ja. Hey, maar wat... Ik voel me zo op mijn gemak hier. Ja, natuurlijk. Hé, hey, maar we moeten even naar de reclame toe lullen. En eerst cool, naar de, cool, en, no en naar, problem, daarom, no problem. Dus we gaan eerst even die cd die jij gaat uitbrengen met je verjaardag, de jubileum cd. Ja, 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 de J van jubileum. Ja, tuurlijk. Anders had ik hier nooit kunnen komen. Nee, dan, nee. We hadden, nou ja, we konden jou nog... Tom, hebben we nou maar een letter, hebben we maar een letter. Nee, maar dat nee, ja, nee, tuurlijk. Jubilaris. Ja. En ja. Ik bedoel, dat zijn dus allemaal... Duetten, ja. Duetten dus met maar ook met Henny Vriend. Ja, ja, ja. Wel een beetje raar, hij is al 50 jaar, trillend op zijn benen. Ja, ja. En met een zekere Jules Deelde doe ik het nummer O, kut. Ja, ja, kutsong, hè, kutsong. Ja, ja, kutsong. De wijze van spreken, ja. Maar dat zullen we straks bewijzen, toch? Ja, dat gaan we nu even doen. Of nu? Ja, gaan we nu even cool, let's go, nou, let's roll. Ja. Ik ben mijn microfoontje kwijt. Oh ja, joh, dat moet altijd jou weer. Oh nee, sorry, hier zit hij. Ja. Het wonder der playback. Ja. Tja. Ja, het was mooi. Ja, het is een klus, weet je wel. Hè? Nee, maar er zijn mensen die jou aanvallen als je de playback niet goed doet. Ja, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ja, we zagen het wel. Hè? Waar waren we gebleven? Nou, we waren bij de. Volgens mij moeten we naar de reclame naar. Ja. Oh kut, oh snee, oh smeek, oh bed, oh rek. Oh, wat fijn dat je dat dan vrijer kan zingen in dit land. Ja, ja, mooi. Ja. Ah. Ah, ja, heerlijk, hè? Dan ben je dat we toch weer kwijt. Oh pies, oh keutel, bips, snee. Ja. Toch ideaal, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik ook, ja. Wat is jouw favoriete woord? Uit die reeks? Ja. Zeg dan eerlijk. Nee, wacht even. Oh schacht. He? Dat is de dichter in jou natuurlijk. Nou, dat zal het wezen, ja. Oh, sneek, maar ook we moeten echt naar de reclame toe, want er staan weer allerlei ondernemers te dringen om een boodschap te... Herman! Ja! Yeah.